Welkom bij de nieuwste video van de week. En in deze video gaan we het hebben over hoe je een boodschap op een liefdevolle en rustige manier kunt communiceren. Ik ga zeggen, in het algemeen lukt mij dat vrij goed, maar soms is dat nog een beetje zoeken. En waarom wil ik deze video maken? Omdat ik heel veel mensen coach en altijd in de coaching sessies komen we op een moment dat er een bepaalde kwaadheid, bepaalde emoties vastzitten naar een bepaalde persoon. Kan uw vader, uw moeder zijn, kan uw kinder zijn, kan uw partner zijn, kan een collega zijn. En wat ik eigenlijk veel merk is dat in de plaats van te spreken en te praten over wat dat er in u leeft, wat gaan de meeste mensen doen? Ze gaan eigenlijk hun frustraties verdringen en verdrinken. En dat is waar ik vandaag een beetje een oplossing wil voor bieden. En ik ga vandaag 7 stappen geven wat dat er belangrijk is in die communicatie. Eerst en vooral is het heel belangrijk om te weten, dus als je met een kwaadheid zit of met iets vastzit naar iemand, de bedoeling van de communicatie dat we dus door middel van een brief gaan doen, is altijd om in verbinding te blijven. Dus het is niet de bedoeling om een brief te sturen met alle frustraties en dat die mens nooit meer ziet. De bedoeling is om te proberen die verbinding te houden. En eigenlijk de eerste stap waar dat je moet over nadenken als je een brief schrijft naar iemand, is van, wat is eigenlijk het doel? Wat wil je bereiken met jouw brief? Dus dat is eigenlijk al de eerste stap is van, oké, waarom wil je dat eigenlijk versturen? Wat wil je mee bereiken? Het is belangrijk voor jezelf om daar een antwoord op te vinden. Bijvoorbeeld, het doel kan zijn van, kijk, ik zit met al die frustraties in mij en ik wil dat die andere persoon dat weet wat er in mij leeft. Bijvoorbeeld, hè? Stel dat bijvoorbeeld af en toe een keer ontploft of wordt een keer kwaad, kan het doel zijn dat de andere persoon je beter begrijpt, bijvoorbeeld. Dus, wat is je doel van de brief? Wat wil je ermee bereiken? Dan, de tweede, een zeer belangrijke vind ik, is ken de persoon naar wie dat je de brief schrijft. En wat bedoelen we daarmee? Is van, als je goed gaat nadenken hoe dat die andere persoon is, kun je daar eigenlijk ook op inspelen. Bijvoorbeeld, hè? Ik ga mijn mama als voorbeeld gebruiken. Maar mijn mama is iemand die soms een beetje streng kan zijn, die wat hard kan zijn, die niet altijd zo gelooft dat emoties pijnlijk kunnen zijn. Dus als ik bijvoorbeeld een brief naar mijn mama stuur, is het altijd van, kijk mama, mama, ik weet dat je dat misschien wat kwats vindt, die emoties. Ik weet dat je misschien niet gaat geloven wat ik ga schrijven, maar ik ga het toch doen. Dus eigenlijk, ik ga eigenlijk gaan leren wat dat de weerstand gaat zijn bij de persoon. En als je de weerstand weet, dan kun je daar eigenlijk gewoon op inspelen door dat in je brief van erin te zetten. Bijvoorbeeld, ik geef lezingen over alcohol. En ik kreeg na de lezing vaak dezelfde opmerking. Michael, waarom moet je zo extreem zijn? Michael, waarom kun je niet af en toe eentje drinken? Michael, waarom moet iedereen stoppen met drinken volgens u? Waarom dit? Dus wat ik deed in het begin van mijn lezing, zodat de mensen open stonden, was inderdaad zeggen van, kijk, het kan extreem lijken, hè, maar het is omdat ik ergens een impact wil maken. Waarom kunnen mensen die een probleem hebben niet één glas drinken? Is omdat die een remweg is. En dus eigenlijk ging ik de weerstanden in de brief of in mijn lezing gaan verwerken, zodat mensen er voorop stonden. Dus dat vind ik een zeer belangrijk. Dan voor mij de derde stap is effectief gaan nadenken over jouw emoties. Ja, dus eerst de weerstand wegpakken en dan wat voel jij eigenlijk? Wat voel jij? En wat bedoel ik daarmee is van welke emoties? Als mensen bij mij in coaching komen, probeer ik ook altijd te zeggen, probeer zoveel mogelijk verschillende woorden te gebruiken bij wat je voelt. Veel mensen zeggen, ik ben kwaad. Maar oké, wat zit er nog achter die kwaadheid? Zitten daar woede? Zitten daar
agressie, zit er daar teleurstelling, zit er daar verdriet. Dus probeer goed na te denken welke emotie dat jij voelt. Ik ben trouwens heel groot fan van een brief schrijven naar iemand. En waarom is dat? Niet enkel voor die brief af te geven, maar eigenlijk ook voor dat jij nadenkt, wat wil ik ermee bereiken met wat ik vertel met communicatie en wat zijn eigenlijk mijn emoties? En doordat jij zelf daarmee gaat bezig zijn, gaat er voor u ook meer inzicht komen. Heel belangrijk, dus wat zijn jouw emoties? Voor mij de vierde boodschap, stap 4 is inderdaad, is dan uw boodschap gaan overbrengen. En wat ik daar ook altijd wil bij zijn, is denk goed na over wat dat precies allemaal wilt zeggen. Wat ik ook altijd belangrijk vind, is als ik bijvoorbeeld een brief zeg of een brief schrijf naar iemand, gaat het bij mij wel altijd een vorm van dankbaarheid bij zijn. Van, kijk mama, ik ben wel heel dankbaar, hè, wat dat wel voor mij gedaan hebt, dus ik ga ook focussen, zodat die persoon ook het gevoel heeft van, allee, bon, het is niet allemaal slecht. Hè, het is niet allemaal slecht. Dus die dankbaarheid is voor mij een zeer belangrijk. En eigenlijk, ja, vooral uw boodschap, wat wil je nu eigenlijk gaan overbrengen? Hè? Hier is meer van wat wil je mee bereiken, maar wat wil je nu eigenlijk gaan zeggen? Dus en die boodschap, hè, die moet eigenlijk zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden. Hè? Dus bijvoorbeeld, stel dat iemand met iemand problemen hebt en je zegt van, ja, ik ben kwaad op u, daarom en daarom. Hè, probeer die ook duidelijk te omschrijven en context te geven. Hè, want soms snappen mensen niet waarom dat ze bijvoorbeeld kwaad zijn. Als bijvoorbeeld mijn mama mijn opmerking heeft, ik kan daar soms van de kaart van zijn, mijn vrouw kan er van de kaart van zijn, maar, of op Facebook, hè, mensen reageren te pas en te onpas op Facebook. En ik ga daar soms ook op reply, maar ik ga ook context geven van, oké, mensen veroordelen u soms, maar van, oké, wat dat ook met je doet en de context. Dus ik vind ook altijd dat je zegt het woordje duidelijkheid, als je dan iets afgeeft aan iemand, probeert dat zo duidelijk mogelijk is, dat ook niet verkeerd kan overkomen. En meestal een brief schrijven, dat duurt bij mij een tijdje. Dus meestal, als ik bijvoorbeeld aan iemand zeg, ga, zit met probleem, schrijf dan ik alles op dat je met probleem zit, dat is stap 1. En dan stap 2, is daar eigenlijk een beetje over nadenken, wat woorden veranderen. En dan, meestal duurt een brief schrijven misschien een week, of soms een maand, of zelfs een jaar, voordat je eigenlijk alles goed weet, wat wil ik nu eigenlijk zeggen. Dan, stap 6 is voor mij jouw verwachtingen. Jouw verwachtingen en uw wensen. En dat is waar dat bij veel mensen ook een valkuil zit. Dus mensen gaan dan bijvoorbeeld een brief schrijven wat ze willen. Ze gaan een persoon goed adresseren. Ze gaan hun emoties, de boodschap, ze gaan duidelijk maken. En ze gaan dan ook een verwachting bijzetten. Bijvoorbeeld, stel dat mijn mama mij veel opmerkingen heeft, kan ik zeggen, ik zou het fijn vinden als je minder opmerkingen heeft of als je minder oordelend bent naar mij. Maar het is niet de bedoeling van die brief te geven. Allee, je kunt de verwachting hebben dat de persoon die die brief gaat lezen, dat ook gaat invullen. En dat is de grootste valkuil. Dus het is niet omdat je je verwachting gaat uiten en je wensen, dat die daarom zullen ingewilligd worden. En dat is hier de grootste valkuil. Maar wat wel heel belangrijk is, als je heel die brief schrijft, ga je ook, gelijk dat je beter weet wat je emoties zijn, ga je ook beter weten wat je verwachtingen zijn. Het is voor mij een gigantisch belangrijk dat je die kunt loslaten. En voor mij de zevende stap dat in een brief moet staan, is zeker een vorm van respect. Ja, dus ik heb in het begin gezegd van, kijk, voor mij als ik een brief schrijf of als ik iets wil overbrengen, is het altijd de bedoeling om verbinding te hebben. En ik probeer ook altijd met respect af te sluiten van inderdaad, dank wel voor wat je gedaan hebt, of ook van, ik apprecieer je wel als persoon, dus ik wil je dat ook niet persoonlijk, ik wil niet dat het persoonlijk overkomt, maar het is gewoon hoe ik mij voel. En dat is voor mij, als ik bijvoorbeeld een brief schrijf, ik heb al zelf enorm veel brieven geschreven naar persoon,
Ja, is dat zo'n beetje, allee, ik heb het concreet proberen uit te leggen, maar dat is een beetje hoe dat ik dat opstel. En natuurlijk, je moet niet zo nadenken, wat is mijn doel, wat is dat? Schrijf gewoon al een keer op, dan kun je dan een keer een beetje controleren. Is dat duidelijk? Heb ik die weerstanden gevonden? Wat zijn mijn emoties? Heb ik nu wat ik wil overbrengen juist gezegd? En ben ik een beetje respectvol ook, zodat ik die verbinding kan houden met die persoon? Dus dat is een beetje een soort van checkbox van oké. Dus wat ik zei, ik heb zelf al enorm veel briefjes gegeven. Heel veel mensen die bij mij komen, moeten van mij ook af en toe een brief schrijven. En dan is de volgende stap, ofwel kunnen die een brief behouden en zeggen van oké, ik ben blij dat ik dat geschreven heb voor mijzelf. Of de andere stap is van, ik heb die een brief nu geschreven, ik ga dat ook afgeven, omdat ik echt wel iets in beweging wil krijgen. Dus uiteraard ook aan jou. Voilà, kijk, dat zijn de 7 stappen van hoe een brief schrijven. En ik wens u heel veel succes.